Openen dit jaar. Dit is een nieuwe achtbaan. Dat hoort bij een uitbreidingsplan. De achtbaan zal gebouwd worden door de Duitse achtbaanbouwer. En die al vanaf het begin de Zuidpark doorloopt. Tot half vandaag over een groep nieuwe entree wikt eruit om te zien een klein bus attractie van de komende zomer met nieuw hoofd in haar aangekleed als een Italische havenstadje. Zo, dat gaat. Jullie iedereen van BeLive en welkom terug na lange tijd bij een nieuwe Pretpark Weeks video. Dit is een en ander gebeurd in het pretparkland. Het eerste is, een tijd geleden is in Efteling iets gebeurd. Dat is namelijk dat de bron 1898 blijft steken is op het hoogste punt. Dus het punt wanneer juist de mensen naar beneden zouden gaan. En zei ook, is hij daar blijven steken en zijn de mensen 20 minuutjes. En als dat 20 minuten blijven staan in feitelijk. Dus in feite was er niemand. Het is niet echt wat ergens gebeurd, maar mensen zijn wel ook niet echt in gevaar feitelijk. En ik heb trouwens het ook een mooi uitzicht daarboven, dus aan de andere kant wel heel iets positiefs. Nu gaan we door naar Toverland. In Toverland zijn ze namelijk bezig met... Zoals ik je verteld heb, zijn ze Toverland bezig met themagebieden van Park Laguna en Avalon. Op hun YouTube-kanaal kun je de Making of bekijken. Ondertussen zitten ze al met de derde aflevering van de Making of van Port Laguna en Avalon. Daarin zie je hoe ze de themagebieden aannemen en hoe ze de winkels bouwen. Ook kun je op hun YouTube-kanaal een serie volgen over de werknemers. Wat wel een beetje afgeleid van de Efteling YouTube-kanaal. Maar dan zie je ook meer inzicht van over het park waar de werknemers werken en wat hun job eigenlijk inhoudt. Dus dan zie je het YouTube-kanaal van Toverland. Chicken. En in Walibi Belgium is ook Tiki World geopend. Het is aan van Tiki Waka ook geopend ondertussen, maar eerst hebben ze pre-opening gedaan. Dus af en toe ging de achtbaan open, de ene dag wel, de andere dag niet, voor de bezoekers. Dus op het moment dat je was en je had geluk, kon je die achtbaan daar bezoeken en uittesten. Het leuke ook aan deze achtbaan is namelijk dus dat ze de wandelbrug bij die achtbaan gedaan hebben en die achtbaan gaat dan onder die wandelbrug door. Dus ook van Survive Spot. En ook heb ik ook nog een leuk filmpje voor die klaar. Iets wat mensen blijven mensen echt voor het zo zeggen, maar echt sommige mensen dom kunnen zijn. Franse bezoekers of mensen uit Frankrijk die in Safari Park komen en je hebt de regels of het verstand van die safari. Het gebeurt namelijk volgende, dus dat is in principe is het feit dat je door de autoweg volgt en niet uit je auto komt en blijft zitten en gewoon van dat dieren kijkt. Maar die mensen stappen uit. Wat er dan gebeurt, hier een kort stukje. Jezus! Snug! Hey! What the fuck? What the fuck? Over there! In die auto mensen, kom op! Over there! En vond je dit een leuke video? Geef hem zeker een duimpje omhoog. En vond je toch dat je op de hoogte werd gehouden van dit nieuwe pretpark weetjes? Weetjes een tijdje geleden dat we het gedaan hadden, dus vond ik tijd om eens terug opnieuw te doen. Vond je dit tof? Geef hem zeker dat duimpje omhoog. Neem om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat in de reacties naar wat je van deze video vond. En stuur hem door tot je mogen vrienden. En ik zie jullie in de volgende video.